2014 zit er alweer bijna op. Het is toch wel een heel mooi jaar geworden met een aantal nieuwe dingen. Ik heb bijvoorbeeld een biografie geschreven samen met schrijver Vincent de Vries. Daar wil ik hem echt voor bedanken. En ik vind het toch wel, ja, ik wil niet zeggen een mooi boek geworden, maar het is heel mooi om iets van jezelf op papier te hebben. Nou, toen had ik de eer om mijn boek te mogen presenteren in het RTL-programma RTL Late Night bij Umberto Tan. Nou, natuurlijk heel spannend. Je bent benieuwd wat de reacties zullen zijn. Iedereen wist natuurlijk wel een beetje hoe het intern eraan toe was gegaan. Maar ze vroegen me ook van, zou je het nog leuk vinden? Zou je het nog kunnen? En toen ging ik zelf ook wel even nadenken van, nou, begon wat te twijfelen. En wie weet, begin ik nog wel een keer. Nou, eenmaal thuis er gelijk over gehad van, ja, is het haalbaar? Wil ik er echt voor gaan? En is het te combineren met mijn bedrijf? Want ja, dat is natuurlijk ook wel belangrijk. Maar met een beetje wikken en wegen, binnen een week was ik eruit. Dus ik stuurde Umberto Tan een sms'je van, nou, je hebt me om, ik ga weer beginnen. Nou, toen kreeg ik gelijk als antwoord, wil je dat in de studio vanavond vertellen? Dus, nou, dat was geweldig natuurlijk. Maar direct na de uitzending kreeg ik echt heel veel reacties. Heel veel mensen vonden het echt leuk en die wilden gelijk de eerste beelden zien. Anderen zeiden, is het een grap? Waar begint ze daar überhaupt aan? Maar ik moet je zeggen, het is echt geen grap, want ik train echt keihard. De eerste keer terug in de zaal was, ja, wel een beetje vreemd moet ik zeggen. Het was, ja, omdat ik het rot had afgesloten met turncarrière, is de hele emotie een beetje negatief. Maar dat probeerde ik snel om te zetten, want ik wilde ervoor gaan. En ik merkte al snel, toen ik echt voor mezelf weer begon, dat het gewoon veel lekkerder was. En word je zo positief en blij van. Dus nu ik het echt voor mezelf doe, heb ik echt een doel. En ik kijk wel hoe ver dat komt, maar ik heb er heel veel vertrouwen. Het gaat echt goed. Nou, nu wil ik alleen nog iedereen bedanken die mij het afgelopen jaar heeft geholpen. En dan ga ik jullie niet ook bij naam noemen, want alle volgers, alle fans, echt iedereen heel erg bedankt daarvoor. Nou, dan wens ik jullie nog hele fijne feestdagen en alvast een gelukkig nieuwjaar. En deze gaat straks open.